Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bert van Hunestein, het tweede seizoen bij DVS 33. Je bent nu een maand bezig, echt serieus. In begin juni natuurlijk al begonnen. Maar naar het zin, beviel het? Ja, voorbereiding is altijd leuk. Vooral omdat je dan goed kan zien hoe de groep weer met elkaar gaat samenwerken. Je kan je trainingsstof weer goed kwijt en het is het mooie moment om je speelwijze erin te slijpen. En wat nog leuker is dat iedereen ongelooflijk veel zin in heeft en dat werkt altijd prettiger. Dit is een mooie uitdaging nu bij DVS om basisplaats te veroveren. DVS kwam op pad en echt goede gesprekken gehad, dus ik denk ik ga ervoor. Ik ben Octa Oosterk. Ja, ik heb hartstikke naar mijn zin, joh. Ik vind het echt leuk. Gewoon niveauverschil is heel goed te merken en ja, leuk dat je, ja, het is gewoon lachen dat je op dit niveau mee mag doen en ja, gewoon, het kan alleen maar leuker worden. Veel middenvelders bij DVS. Hè? Ja, ik zat van de week even te rekenen. Ik kom er op 6 of 7 uit. Dus de concurrentiestrijd is groot. Nou, waarschijnlijk gaan we met 4 middenvelders spelen, dat scheelt dan weer. Maar ja, inderdaad, veel middenvelders. En hier aan de rechterkant, zo maak je Kee Te Jan met het schot en de rebound voor Te Jan. En dan is het 1-0. Kee Te Jan na een minuutje of 11. Vierde feestje, overgekomen van Jong FC Volendam. Maakte het de afgelopen seizoenen Joey Raamsberg veelvuldig lastig in de onderlinge duels. We deden het gewoon niet goed, met z'n allen niet. En, ja, ik zoek eigenlijk naar waarom heb je zaterdag verloren? Nou, ten eerste vind ik dat we onszelf enorm tekort hebben gedaan door niet het spel te spelen wat we kunnen. We konden niet goed tussen de linies doorvoetballen, we waren niet scherp genoeg in de duels. We hielpen elkaar onvoldoende, afspraken werden niet nagekomen. En die werden niet nagekomen omdat men niet wou, maar men kon het gewoon soms niet. En Koosman even voor zichzelf, en ja, dan verlies je de teamgedachte. Nou, we konden niet die effort erin leggen die we op die woensdag hebben kunnen brengen. En het is natuurlijk wel zo dat op het moment dat je wil promoveren richting de tweede divisie, mag je en moet je veel meer van elkaar gaan eisen. En moet je in ieder geval vanuit kunnen gaan dat iedereen zijn afspraken nakomt. Daar heb ik zaterdag te weinig van gezien. De wil was er wel, absoluut. Dat heb je ook gezien. Tot aan het einde van de wedstrijd zijn we ervoor gegaan. Maar kwalitatief was het zwaar onder de maat. Frank van den Brug op Benjamin Roemion. Dan komt die voorzet. Nou, Maurice. Kom Maurice de Ruiter. Ja, lekker hoor. Hij zit er al in. In de derde minuut komt DVS op een 1-0 voorsprong. Goed doorgaan was van Roemion. Oh, en hoe doet hij dat, hé? 2-0, Maurice de Ruiter, 2 doelpunten. DVS weer, Frank van den Burg. Van Hussen, goed gevoetbald. Kan door. Kan die Roemion bereiken, ja. Roemion naar de buiten. Roemion met voorzet. Achterin is Osterk, nee. Oh, wat heerlijk. Geen buitenspel. Oliver Pilon met zijn eerste goal. Oktay Osterk. Op de huid gezeten. Goed daar
De verdediger van prima. Svedendijk. Ja, maar daar heeft DVS de bal alweer. Maurice de Ruiter. Kom Vloedgraven. Oliver Pilon. Actie. Nou. Oh, wat scoort hij makkelijk, Maarten. Echt goede actie, hoor. Overtreding. Scheidsrechter geeft voordeel. Roemion. Daar heeft hij die bal. Van Hussen. Maurice de Ruiter. Fantastisch. Heel veel meters gemaakt zonder de bal. En nu Frank lekker van den Burg die zichzelf wegstuurt het hoekje in. En de bal ook in tweede instantie in bezit houdt. Maurice de Ruiter. Op Oktay Özturk. Zoekt de Maurice. Die bal moet erin. Ja. En die gaat er ook in. 6-0. Komt die bal? Oeh, daar zit de keeper verkeerd. Nee. Het is wel een doelpunt. Ik zou hier zeggen van ja, de bal over keeper Fellanas heen. En, maar er is nog tijd genoeg. Kijken of ze daar de veerkracht in tonen. Maar dit is een hele verkeerde bal. Wat gaat er gebeuren? Oh, 3-0. Wat een fout daar achterin van keeper Todori Fellanas. Goed verdedigd daar door Mark Bouwman. Maar de aanval loopt verder. Dat is een heel balletje. Oh, kijk eens, daar gaat de, ja hoor, de vierde erin in de extra tijd van de eerste helft. En dramatisch verlopen eerste helft. 4-0 achter. Wendt, aanvoerder. Draait makkelijk hoor. De benen van... oh, wat een domme actie van die keeper zeg. Dit is een klein beetje opzichtig in de rug geduwd. Anders wordt hij... Wordt het een hele lastige middag. Hij pakt hem wel. Dat is dan wel eerherstel. Laten we dat zeggen. Geen buitenspel, zegt de scheidsrechter. Met z'n tweeën. Is het nu geen buitenspel? Zo wordt de 5-0 gemaakt. Maurice de Ruiter. Christian van Hussen. Frank van den Burg. Maurice de Ruiter. Wil schieten. Schot geblokt. Komt in de voeten van Benjamin Roemion. Tweede bal. Oh! Lekkere goal, Maurice de Ruiter. Berry Powell. Scoort. Zo doe je dat. 2-0. Weer te laag. Aanval loopt door. Basiel Camara maakt het doelpunt. Staat er op de goede plek. Gaat het vieren. Hij nummer 11 te geven. Smik, even Schmid. Gelukkig zit daar Basiel Camara tussen. Roald de Vries, goede bal. Goede bal. Ik zou hem... Oh, wat een heerlijke bal. Ja. Oh, mooie goal, hè? Dat begint eigenlijk bij de... Bij Roald de Vries die goed wegdraait en lange bal geeft op Koen Vloedgraven. Die mooi de ruimte induikt. Lars Dekker. Dribbel op de 16 en geschieten. Oh, dat is ook wel een lekkere bal dit. Oh. Ja, die gaat erin. Dit is gewoon gevoel. Dit is... Ja, afgelopen zaterdag. Een beetje een ja, dubbel gevoel. Gek hè. Dat je niet eens kan genieten van een paar werkelijk fantastische. Fantastische en ook heel mooi opgenomen doelpunten van Maurice. En de rest was ook eigenlijk dik in orde. En dan toch niet helemaal tevreden. Nou ja, niet tevreden. Kijk, waar ik heel tevreden over ben. Doe het maar eens. Na een klap die je krijgt tegen Noordwijk. Je team weer zo het veld in krijgen. Dat het enthousiasme en het voetbal erin zit. Wat je graag wil zien voor eigen publiek. Dus daar hebben we de hele week heel hard aan gewerkt. Uiteindelijk, de weerstand van Achilles was niet optimaal. En we kwamen vrij simpel aan onze doelpunten. Zonder dat we helemaal uitgedaagd werden om tot ons beste voetbal te komen. Roald de Vries. Benjamin Roemion. Roemion. Maurice de Ruiter. Laat vallen voor Oktay Özturk. Mooie kans. Goede redding ook van die keeper. Maar mooi kort geschoten, Maarten. Ja, heel snel geschoten. En toch best wel krachtig. Maar de eerste kans is dus voor DVS in de derde minuut. Roald Vries.
Zo. Geplaatst schotje. Oh, daar kan Lantik gevaarlijk koppen hoor. Redelijk vrij. Maziel Kamara. Vloedgraaf, goede bal op Benjamin Roemion. Benjamin Roemion. Oktay Öztürk weer kort onder zijn lichaam geschoten. En daar heeft Ditterweg redelijk last mee. Die kan die bal niet in één keer klemmen. Ja, we hebben nu tegen drie teams gespeeld waar we bij elkaar 8 punten van verloren hebben. Heel langzaam zeker wordt het tijd om de doelstelling misschien iets bij te stellen of niet? Nee, je moet leren omgaan met omstandigheden. Dat lijkt me het belangrijkste. Op het moment dat je nu gaat zeggen van doelstelling bijstellen, waarom? Dan zou je toegeven aan bepaalde situaties. Je moet hier een grote jongen in zijn met z'n allen. Dit verlies moet je even nemen en zorgen dat je alsnog die doelstelling gaat bereiken. Pilon, prima. Hij zag dat Benjamin Roemion buitenspel stond. Frank van den Burg, prima voorzet. Daar, prachtig gespeeld. Prachtig uitgespeelde aanval, DVS 33. Talloze mogelijkheden waren er. En dat is prachtig gespeeld daar. Ja, en inderdaad, de 0-2. En daar Benjamin Roemion alleen op de keeper af. En hij scoort de 0-3. Wederom zo'n prachtig uitgespeelde aanval van DVS 33. Koen Vloedgraaf, mooie voetballende actie. Roald de Vries kijkt, paast, Hans Hartog. Nu een schot en inderdaad, Koen Vloedgraaf. Ja hoor, eindelijk. Koentje die daar prima scoort. Koen Vloedgraven. Benjamin Roemion pakt de bal gewoon af van Hans Hartog. En geeft de paas op Oliver Pilon. En die geeft Koen Vloedgraven de mogelijkheid om de 5-0 te maken. Maar hij verzuimt. Komt die bal weer. Wederom. Hard en overduidelijk. Öztürk. Ik wou net zeggen, eindelijk iets wat op een aanval lijkt. Pilon. Prachtig gelanceerd. En schiet die bal onhoudbaar binnen. Olivier Pilon. Hoekschop van DVS op het hoofd van Mark Bouwman. Achterin is Barry Powell. Schiet hem uit de moeilijke hoek. Heel mooi binnen. Barry Powell. Scoorde net. Mooi op de randje aangespeeld. Olivier Pilon. Julian de Ruiter. Iedereen mag meedoen vandaag. 0-8. Julian de Ruiter. Robert de Vries, Julian de Ruiter, prima gezien, prachtige paas op Robert de Vries. Wederom goed gepaast, Julian de Ruiter. Barry Powell, draait wat, keert wat. En hier komt de 0-9 via de keeper. Staat Olivier Pilon daar precies op de goede plek om de 0-9 aan te tekenen. Heb je een beetje genoten na die 9-0 overwinning en daarna het heerlijke trainen hier? Ja, dat gaat altijd wat makkelijker natuurlijk. En, het was een prachtige overwinning en absoluut een collectieve prestatie. En natuurlijk maandag daar nog even over gesproken, maar zo snel mogen we weer doorgaan naar deze wedstrijd. Tom Duindam, de spits van SCRC, heeft de bal aan het rollen gebracht. En zo is de wedstrijd begonnen hier in Ermelo. DVS tegen SCIC uit Noordwijk. En er gaat meteen een kans komen voor Olivier Pilon. Is dit de snelste goal van dit seizoen? De aftrapbal wordt afgepakt. En 1-0 voor DVS. Doelpunt te maken, Olivier Pilon. En hoe kun je beter aan een wedstrijd beginnen dan meteen op een 1-0 voorsprong komen hier in Ermelo. En dat is wel heel snel. Ik heb niet gezien hoeveel seconden het waren, maar volgens mij was het binnen de 10 seconden. 12 seconden hoor ik. Todori Falanas. Benjamin Roemion niet bereikt. Basil Kamara kan koppen. Benjamin Roemion nu wel. Maar dat is een paas. Daar gaat Oliver Pilon. Snel hoor. Oh, wat prachtig neergelegd voor Oktay Öztürk. Wordt het 2-0. Wat een ontzettend mooie aanval zeg. Dat hakje. De assist. Weer Oliver Pilon. Heel erg goed. Geeft nu de assist. Oktay Öztürk, hij weet hem blindelings te vinden en kan zo de 2-0 hier maken voor DVS. Pilon, wat gaat hij doen? Hij sleept die bal fantastisch mooi mee. Pilon, ja hoor! Schitterend voorbereidend werk van Olivier Pilon. Prachtige sleepbeweging. Tikkie terug naar Benjamin Roemion. En die patst die bal daar in de rechterbovenhoek. Schitterend 3-1 voorsprong nu.
Keeper Kevin Schelvis met de doeltrap. Wat balbezit oplevert voor DVS 33. Daar komt Oliver Pilon. En die wordt gehaakt. En dat is een strafschop. En die keeper die gaat een kaart krijgen. En ik weet niet welke kleur. Ik denk geel. Keeper verongelijkt die Schelvis. Maar het is gewoon een overtreding. Hij gaat gewoon over het knietje. Of hij haakt hem in zijn voet. En overtreding, strafschop. Oktay Öztürk meldt zich voor die strafschop. En daar gaat hij komen. Oktay Öztürk tegenover Kevin Schelvis. Kan die de 4-1 maken door middel van een penalty? Oktay Öztürk, lekker hoor. 4-1. Julian de Ruiter. Ingevallen daar. Pilon natuurlijk met zijn enorme snelheid. En bam! Ja hoor. De 5-1. Olivier Pilon. Nu op aangeven van Benjamin Roemion. Heerlijk lopende aanvallen. Verleden week werden ze enorm verrast. Nu Olivier Pilon. Met ze de... Ja, daar komt hij. Julian de Ruiter. Goed geanticipeerd. Afgelopen zaterdag een mooie overwinning, 6-3. Maar aan je hoofd te zien, dat stond op onweer. En in de krant heb je ook wat geroepen dat je je niet zo fijn voelde. Hoe is je gevoel nu? Nou, kijk, uiteindelijk ver na de wedstrijd, dan ben je blij met de 3 punten. En het aantal doelpunten wat je maakt. Maar het aantal doelpunten wat je tegenkrijgt, dat was gewoon te veel. En daarnaast vind ik dat we te veel wedstrijden binnen de wedstrijd hebben gezien. Over genieten gesproken, je begint er langzaam maar zeker van te genieten. En je voelt je steeds meer thuis bij het spelletje van DVS. Heb ik het idee? Ja, klopt. Dat zie je denk ik goed. Het is natuurlijk even wennen. Ik heb jarenlang 4-3 gespeeld. En dan als linksbuiten of als spits. En nu speel je in een 4-4-2 opstelling met de nummer 10. En de eerste week was het even wennen. Ook in de competitie nog. Maar ik denk dat we er steeds beter op elkaar ingespeeld raken met BME, met Daniel en Maurice natuurlijk ook als hij fit is. En ik denk dat daar wel swing in zit. Benjamin Roemion, 16 meter binnen, gaat de kans aankomen voor DVS, korte hoek, schiet een fantastisch binnen, wat een heerlijke goal zeg. Lekker hoor, individuele klasse die zich vanmiddag hier op het veld laat zien. In de naam van Benjamin Roemion, wat een fantastisch doelpunt. Korte hoek, kan best. Berry Powell, vers in de ploeg, komt hij. Oktay Öztürk, dwars door die muur heen, fantastisch doelpunt, lekker. Ik zei hij kan, die muur lette niet op. Want er komt wel een voorbeeld uit Roald de Vries. Roald de Vries, de 16 meter binnen, geeft de bal aan Oliver Pilon. En de 3-0-0-3, grensrechter. Grensrechter, hij is over die lijn geweest. Moeten we hier even de VAR inschakelen, want volgens mij zat hij achter de lijn. En Berry Powell, doorkoppen, fantastisch, goed. Pilon, nou ram hem er nu naar in dan. Oh, lekker hoor, hij is over de lijn. Het is nu dan wel 0-3. Wat fantastisch gegeven van die assist van Berry Powell. Dat is Smullen. Tweede helft is Smullen aan de kant van DVS. Ik dacht dat in, de ander die gaat er overheen. Nu was het ook nummer 7, Ayoub Aiskier, die zich ermee bemoeide. Kijken wat DVS tegenover kan stellen. Berry Powell, in de middel. Oh, dit is mooi. Dit is een mooie goal. Oliver Pilon. Maar wat is Berry Powell belangrijk? Die bal vasthouden, wat Ben in de voorbeschouwing al zei. Balletje vasthouden, laten vallen. Oliver Pilon die de 1-0 maakt na 9 minuten, in de 9e minuut. Waar u ook bent, Lars Dekker met de hoekschop. Oktay Öztürk! Wat een goal! Ja, die zit erin. Hij zit erin, over die lijn heen. Vorige week was het lastig, maar deze scheidsrechter staat goed opgesteld. Benjamin Roemion. Draait daar makkelijk weg. Koen Vloedgraaf, wat een fantastische bal dit. Oliver Pilon met een soort van een hakje. Zit er lekker in. Goed van Koen Vloedgraaf. Ik denk Oktay. De 33e minuut. Via de muur. Oktay Öztürk met zijn tweede voor vandaag. Pilon weggestuurd. Pilon.
Pilon! Wat fantastisch! Kijk je maar, ik zeg niks. Lekker verdedigd. Bal blijft binnen. Komt Lisse uit? Nee. Lars Dekker. Via Maris eruit. Het is nu Benjamin Roemion. Voorzet. Maris! Ja, is het er, Maris! Hij heeft vandaag niet veel tijd nodig. Namelijk, ik weet niet hoe lang meer, al staat een minuutje van achter in het veld. 6-0. Vorige week en deze week draagt hij hem. Maris de Ruiter. Oktay Özturk. 7-0. Hattrick. Zijn derde. Dus we hebben twee mensen met een hattrick. Want ik in de eerste helft zei ik Pilon 9-2. Maar die schijnt er ook 3 te hebben, Maarten. Wil jij eens even op het lijstje gaan kijken? 7-0. Overtreding werd gemaakt door Boyd Stevens. Zoon van Huub Stevens. Laat mij even lekker af. Ik heb het niet gezien. We missen een doelpunt. Maar het was volgens mij Maurice de Ruiter die dit doelpunt maakte. 43e minuut. TVS krijgt de penalty. Oktay Özturk. Overtuigend binnengeschoten. Geen genade. 9-1. Ja, want die 10 kan er niet op. Oktay Özturk, man of the match. Dat heeft een tijd geduurd voordat je eindelijk man of the match werd. 9e wedstrijd is dit. Ja, klopt. Als ik eerlijk moet zijn, ik geef daar niet zo heel veel om. Voor mij is het belangrijkste dat we wedstrijden gaan winnen. En wie nou man of the match wordt, dat is een bijzaak. De trainersvisie. Na zo'n derby. Dat is pittig. Ook voor mij, want iedereen verwacht van mij zeer kritische vragen. Maar gek genoeg begin ik eerst met een compliment richting de tegenstander. Want die heeft het voor elkaar gekregen dat wij niet lekker in de wedstrijd zaten. Bert, zeg ik dat goed? Ja, deels. Je hebt natuurlijk altijd met een tegenstander te maken. En VVG had een strategie waarbij het duidelijk was dat het voetbal ons belet moest worden. Het tempo uit de wedstrijd gehaald moest worden. Nou, dat hebben ze goed gedaan. Hè. Dus in die zin is het een compliment aan hun. Via Gertjan van Leijden. Bal al snel ingeleverd. Komt de kans voor Oliver Pilon. 1-0. Na ongeveer 20 seconden spelen komt DVS op een 1-0 voorsprong. Een prachtige steekbal van Barry Powell. Die bedient daar Oliver Pilon. En die passeert keeper Jordi de Jonge op een fantastische wijze. Belangrijk keeper. Moment, ja. André. Fantastisch in de hoek. Oliver Pilon heeft zijn hoofdje niet gek laten maken. Dit is los. Daar gaat hij. Kreeg een klein tikje. Hij gaat een aantal mensen voorbij. Geeft de bal nu aan Oliver Pilon. Oh, dit is gewoon mooi. Is exact een kopie van de eerste goal eigenlijk. Maar nu was de Roemion zelf die de actie maakte. Maar is de Ruiter. Barry Powell. Is een gevoelig balletje. Ja, lekker. Benjamin Roemion. Oh, wat doet hij? Hij zag het. Oeh, kijk, hij stond ook af te wachten. Kijk. Hij maakt even het gebaar van Hans van Breukelen van vroeger. Zag je het? Ja, dit is leuk. Ik weet niet of Bert het appreciate, maar het is een leuk moment in deze wedstrijd. Barry houdt van voetballen. Ja. Kijk, goed. Daar gaat hij. Gaan we nu dan? Gaat hij hem bekronen of niet? Gaat hij hem bekronen? Ja! De man of the match wat jij zei. En nu helemaal. Benjamin Roemion gooit hier die wedstrijd. Een minuut of 8 voortijd op slot. Dit gaat DVS niet meer weggeven. Het was weer een ettertje voor de verdediging, Benjamin. Ja, dankjewel. Zo zie ik het zelf ook elke wedstrijd. Lex, oude topper van me. A.k.a. de Canada Goose. Ik wens jou beterschap, man. Dat je de volgende week weer bent. Van Warm, of Roemion, die daar prachtig wegdraait. En daar, ja, dat is hem weer! Olivier
van Benjamin Roemejon. Pilon, 1-1 op de keeper. Nu nog, is het een bal die vliegt? Ja, die vliegt erin. Het is 2-0, het is Daniel van Warven. De bal slecht weggewerkt. En Daniel van Warven bewijst zijn waarde gelijk in deze wedstrijd. Nou, kort genomen, match vandaag, kort genomen, kort genomen. Ja! Yes, hij valt binnen! Yeah. Oliver Pilon! Oliver Pilon! Via de rug! 1-0! We krijgen waarschijnlijk toch nog een winnaar! Lekker hoor! Oliver Pilon in de armen bij Bert van Hunestein. Altijd positief en achter je ploeg blijven staan. En ook gewoon genieten, kunnen genieten van een tegenstander. Goed voetballende tegenstander. Hoek was dat. ASWH was dat bij tijd en wijle in de eerste helft. En nu Stedoco. Daar kan ik ook van genieten. En jij ook, denk ik. Ja, absoluut. Ik vind gewoon al die ploegen doen het uitstekend in deze klasse. En laat ook zien dat ze vanuit hun eigen speelwijze en visie iets willen bijdragen aan een prachtige derde divisie. En dat gebeurt gewoon. Ja, nou, dat het voor ons niet altijd even makkelijk is. Ja, we zullen ook nog wel een keer de tik op onze neus krijgen, links of rechts. Ja, kom op jongens, daar word je een grote jongen van. En dan weer de schouders eronder, want je bent een geel-zwart. En dan moet je het in alle tijden laten zien.